Nou, mijn ex deed dat echt niet, hoor. Ik zeg niks. Daarom zeg ik, nee, maar echt. Nee, daarom ik heb niet over jouw ex, nee, maar... weet ik. Daarom was ik zo blij met mijn ex. Hier, kijk, kan jij smeren? Oh ja. Moet je ook boter? Nee, laten we dat gewoon maar even niet doen. Even kijken, neem ik even, doe ik... Deze met deze, denk ik? Nee, gewoon apart. Nee, nee, oh, deze is niet lekker. Ja, jij weet het. Ja, dat kan jij maar lekker vinden, maar iemand vindt het misschien wel niet lekker. Even kijken, hoor. Moeten we het even ergens anders opsmeren, anders? Dat we daar ook... Zal ik even peper en zout er, hebben we dat? Ja. Waar dan? Weet ik niet. Dit is zout. En we moeten... Peper. Wat is dit? Paprika? Laten we dat dan meer doen. Paprika? Ook niet? Ook niet meer. Oh, voor ons? Ja, hier. Ja. Denk ik. Hebben jullie André al gezien? Oh, nee, ik heb Shelly ook niet. Gerf, vind je mijn billen mooi? Ja hoor. Ja? Gerf, vind je mijn billen ook mooi? Ja hoor. Voor 49. Ja, zeker wel. Maar het is 10 uur. Ja, nou, stamt er uit bed. Nou ja, moet ze niet een biertje met jou doen? Ja, maar dat moet ze iedere dag. Maar doet ze dat ook iedere dag? Jongen, 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 wat ben je nou weer? Ben je nou mee? Ga alvast even draaien voor mij. Een beetje snel. Nou, ook je loopt mee, anders ga ik niet voor je draaien. Zout erbij? We zijn samen aan het roken. Dit is een proces waar we samen doorheen moeten. En helemaal aangezien we vanavond maar, samen een show... Fren, spreek je haar er wel eens op aan? Nee, eigenlijk niet. Ik doe het liever alleen, eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik doe maar geen. Ze is zo langzaam. Ja, ik ben sneller als ik het alleen doe. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat is ook allemaal wat. Wat? Die moet gewoon tot 10 uur op zijn nest kan blijven liggen. Niet normaal, toch? Niet normaal. Oh! Auw! Gebroken voet. Vuile kastanje. Auw! Nou, nu ben je een lul. Ja, dag. Nee, niet doen. Straks breekt mijn enkel. Ja, je enkel. Dikke neuk. Niet doen, Gert. Het is klaar. Jij raakte mij, ik raakte jou. Nou is het klaar. Ik denk dat ik vanavond mensen kastanjes naar je ga laten gooien tijdens het optreden. Ik hoop dat ze dan op jouw kop komen. En je mag dan niet praten, we gaan roken. Eikel. Ja, maar ik ga niet meer voor je draaien. Ja! Nou, maar ik meen het. Ik hoorde het liedje. Ik vind het zo'n mooi liedje. De Earth Song. Ja, dat is goed. Ja, dan gaan we daar... Ik heb serieus, het jaar dat ik nog thuis was, die zomer. Ja. Met kindjes, met mijn groep en met kindjes samen. Ja. Een mix gedaan met Michael Jackson. En daar kwam ook die in voor. En deden die kindjes, gingen daarop dansen. Echt waar? Ja. Nou, dan wil ik daar met jou een dans. Moet jij even wel een mooie dans verzinnen. Ja. Want ik wil echt dansen voor hen. Toen ik Frenny of Shelly zag dansen en jou dansen, ik denk van dit wil ik ook gewoon. Ik vind het zo mooi. Dat is toch leuk? Dat is leuk toch? Dat toch? Oké, okay, we moeten ook voor variaties. Ja, nou kijk, we zijn nu klaar met alle Amerikanen eventjes voor deze plaat. Voor de ham. Met kaas of zonder kaas. Nou, ik denk dat we het beide kunnen doen. Kijk. Ja. Moet ik ze ook inpakken anders? Of zal ik het zo? Nou, even wachten tot deze vol is. Okay. Ja? Ja. Oké, okay, dan doen we eerst gewoon even een kaart. Belegen, jong belegen kaas. Ziet u, jong belegen kaas. Ziet u het? Fantastisch. Dat is goed, toch? Nou. Aha! Aha! 32 gram kaas. Of vet. Woehoe. Maar er zit wel 25 gram eiwit. Dus ik begrijp gewoon niet. Ja, kaas mag je toch anders wel? Ja, ik snap het niet. Waarom je geen What kaas about maar... sunrise? What about. En dan? Rain. What about all the things that you want to know? Yes, I'm a friend. Ik weet nog wel één stukje. Het was zo. Ja, ga je dan? Je moet me echt leren. Ik vind het echt. Het lijkt me echt fantastisch. Dansen met Lexor. Ja, nee, dansen met Franny. Oh. Jij gaat maar lesgeven. Ja, tuurlijk. Ik wil echt ook al. Is het bloed, zweet en tranen, maar ik ga. Met bloed. Maar ik ga hem gewoon halen. Ik wil gewoon echt dansen. Je gaat hem halen.
Ik ga de dans gewoon halen. Ja, schat. Ik doe eerst gewoon. Wat zongen we net ook alweer? Iets met mijn broek? Hoe vind je deze broek? Nee, wat zongen we nou net? Ik heb een broek aan. Iets met mijn broek aan. Broek naar beneden. Broek van beneden. Nee, een broek naar beneden. Hoe vind je mijn broek? Ik heb een nieuwe broek. Kijk, ik heb een nieuwe broek. Hij is binnenkort te koop. Hij is binnenkort te koop. Wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Kijk, bloedheid. Oh, je bent al klaar. Ja. Wat zei ik nou? Ha, 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 ha. Oeh. Dat liedje, ik was aan het cardio vanochtend weer, 40 minuten had ze. En toen zei ik tegen Fren, ik wilde op dat liedje dansen. Dus zij mij daar een liedje mee gaat. What about something? Ik vind het zo'n mooi liedje. What about rain? En dan als je het refrein komt, bam. Refrein. Nou, de beat, beat. De beat. Gaan we naar de broodjes even nog een keer dansen? Ja, heel graag. Heel graag zelfs. Appetee. Oké, Ham. 2, 4, 5. Dit is 5. Ja, nu door. Ik ga trouwens beestje krijgen voor buikkrampen. Wat zeg je? Beestje krijgen voor buikkrampen. Beers? Ja, je hebt het heel lastig. Oh! Ja? Ja, dat zei ik, dacht ik ook al. Ja, dat dacht ik ook al. Is het voor vanavond pas? En maar als ze gekoeld zijn. Ja, dat maakt niet uit. Dat doen wij ook altijd. Geeft niet. Dat maakt niet uit. Dat doen wij ook altijd. Dek ook altijd bij mijn werk. Echt, nee, dat meen ik echt. 2, 4, 5. Meen ik echt. Ja, dan zit ik het gewoon in de ijskast. Jouw meen ik echt is mijn, als ik gewoon heel eerlijk ben. Ja, maar het is echt zo. Ja. Wij deden dat ook. Gingen we het van wat met de bingo. Gingen we het al ochtends maken. Ja, wij de bingo op het werk. We moesten wij broodjes maar smeren. En om 3 uur kwamen, 4 uur kwamen pas de mensen. Nou, toen deed het gewoon in de ijskast. Voel je weer helemaal thuis? Hier ook? Het is wel leuk dat je zegt ijskast. Koelkast. Oké, sorry, koelkast. Ham? Ja. Ham. Dan doe ik hier, ik moet even ham. Dat is het enige wat ik nog heb, hè. En dan nog zampie. Oh, en we hebben ook nog brie. Ja, oh. We hebben nog genoeg. Of zijn doe je iets dingen? Minder ham? Doe je iets minder ham? Wat? Iets minder met ham? Ja, dan doen we gewoon broodje, alleen broodje ham. Ham? Ja, maar ik moet daar ook nog snijden. Ja. Maar kijk. Ik weet niet wel vertellen, maar wat denk je als jij een broodje haalt bij de pomp? Ja. Je bent nu bezig met broodjes smeren. Zag 2 beren broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Stond erbij en ik keek ernaar. Kijk, ik stond erbij en ik keek ernaar. Zag 2 koeien de weg op bloeien. Bloeien? Nee. Doe maar 2 plakjes ham hierop. Anders is het een beetje... Ja, ik doe even... Hoeveel ham hebben we? 6. Ja, ik doe even een extra ham erbij. Hammetje. Is het 3 plakken ham, meid? Ja, maar anders heb je alleen brood in. Ons. En boterham. Een boterham met pindakaas. En we komen samen. Ik heb zo leuk gedroomd. Oh mijn god. Ik weet niet of ik heb gedroomd. Want ik was we hebben jarig, wel gelachen weer. Oh mijn god, met die lamp. Ja. We hadden een dak op Utopia, zogenaamd, in mijn droom. En ik was jarig. En toen, oeh, die vind ik jarig. En toen kwam mijn familie en mijn oma helemaal over het dak heen springen. Zo, oh Freddy, ik ben in Utopia. Ik ben een Utopia. Krijg jij over het gek hiervan? Nou, ik had wel. Ik zag die broodjes. Ik dacht, oh lekker. Zeg. Ja, ja, ja. Ja, oh, lekker. Lekker. Ja, ik nog 2. Hoi. Kom een bankje brengen of niet? Ja. Wat leuk. Net lekker weer, of niet? Nee, dat niet echt. Maar hoi, hey, Miske. Hi, oeh, hi. Sorry, Jordi. Hoi, hoi. De trouwbankje is er. De trouwbankje is er, ja. Top. Ik had je mailtje had ik net toevallig gezien. Ik had er ook toevallig net op geantwoord. Maar toen volgens mij zag ik in de verte al je uitstaan. Dacht, ik weet niet meer zeker of dat je mijn mailtje ziet. Ik kan wel dingen zien. Ja, ja, tenminste als je hoog zit wel in de silo. Ja. En dat komt helemaal goed. Ik ben nu al dingen op de webshop aan het aanpassen. Dus het trouwbankje komt er lekker mooi op. Leuk, ja. Hartstikke leuk. Hoe, waar moet het heen?
Nou, ik denk dat voor nu dat het handig is, omdat de Roze Kerk die komt pas om 12 uur. Als een opblaasding? Ja. Oh, leuk. Van, hij is echt super groot. Hij is 8 bij 18 meter. Ja? En 12 meter lucht in. Nou, daar hebben we gisteren echt een hele discussie over gehad. Van waar komt hij nou? Nou ja, dit is de perfecte plek. Leuk. En daar komt hij dan in te staan. Ja. En dan Hiske, de vrouw die je net voorstelde, die is trouwambtenaar. Nou, niet trouwambtenaar, maar trouwambtenaar. Voor vandaag. Ja, wel. Voor vandaag. Samen met Lady Galore, een drag queen die mij een keer heeft opgemaakt. Ja. En die twee gaan dan een 4 uur lang huwelijk doen. Ik zat nog te denken, ik had eigenlijk nog een kathetertje gehad, maar dat zo'n praatstoel, zeg maar. Ah. Ik zat te twijfelen of ik hem meenemen of niet. Ik heb wel nog, want je had het over de bek erop met de dromenvangers. Mm-hmm. Ik heb ook, dat staat nergens online, een bek erop met allemaal linten. Oh, leuk. Ja. Dus ik denk, ik neem ze allebei mee. Je mag kiezen wat je het leukst vindt. Oké, okay, ja, maar top. Maar dat moet dus in elkaar gezet worden. Oké, okay. Is dat heel veel? Ik vraag even af wat handig is. Oh. Het is misschien het handigst, als dat voor jullie akkoord is, dat ik het ergens binnen opbouw. En ja. Dan kan ik uitleggen, je kunt zo deze stang uit die tillen. Ja. En dan kan je verplaatsen. Ja, doen we dat. Dus ik denk dat het handigst is. Maar ik wil het ook gewoon uitleggen hoe je het wil opbouwen. Maar soms is het handiger als ik het gewoon even gauw doe. Als jij het doet, dan tillen wij het heel mooi naar buiten. Ik denk dat het verstandigste is. Maar waar wil je dat hebben? Ik denk dat het best wel in de silo even daar binnen? Is. Ja. Oké. Okay. Zal ik de auto achteruit zo ver mogelijk? Ja, als dat of kan. Kan ik eromheen? Nee, dat kan niet. Dit dat, is de weg die we lopen. Ja. Ja, dan rijd ik hem achteruit zo ver mogelijk. Ik ga eventjes iemand halen, zodat we ook even spullen kunnen dragen. Fren? Ja? Heb jij zin om spulletjes te dragen? Om spulletjes te dragen? Trouwbankje en zo. Oeh, ja? Komt ze hierheen? Ja, ze gaat eventjes achteruit rijden. Oké. Okay. Zodat het makkelijker voor ons is. Ja. Hey, het regent. Ja, het mist het een beetje. Wat is dat nou? Trouwen. Oh. Oeh. Oh, met een hartje op de achterkant. Ja. Gaat lekker. Oh. Nou. Nah. Toppie. Oeh. Ah. Net niet. Dat is lekker. Ja. Dit heb je vaker gedaan. Ja. Hoe? Nou, je had niet goed vastzitten dus. Ja, het beste werkt in de broek en dan... In de broek, andersom. Ik zou het beste ook gewoon even aan je jasje anders klippen. Dan je aan de sattie? Ja. Nee, wacht. Zo zat hij. Moet ik nou opnieuw checken of die doet? Nee, joh. Komt goed. Yes. Dat is er dan. Tududududun. Kijk, met een extra kussentje. Het is niet helemaal hetzelfde, maar zo kun je Mr. Ja. Drie kussentjes voor alle mogelijkheden. Zal ik gewoon dingen in je handen duwen? Is goed. Dat hier dan. Ja. Dan loop ik wel mee nu. Ga ik even kijken of er nog meer mensen zijn. Waar heb je het neergelegd? Oké. Okay. Kijk eens aan, hallo. Hi. Wil je trouwens wat te drinken? Nee, dankjewel. Nee? Okay. Wel aardig, maar ik heb net een bakje koffie op. Ja, we hebben een koffieapparaat helemaal chic staan, dus kunnen we gewoon lekker gebruik van maken ook. Maak je dit dan zelf? Het meeste wel, ja. Zie, dat is perfect. Ik heb de bankje dan zeg maar met een oud lelijk stofje gekocht en een beige bruin. Die heb ik allemaal geschilderd en zelf bekleed. En die bek erop zo, dat maak ik zelf, ja. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de bank. Snap ik. Ik wil hem zien. Dat mag hoor. Ja. Een prullenbakje. Nee, ik ga straks opzien. Geef maar hoor. Dank je. Yes. Zijn er alles een beetje klaar voor het festival? We hebben zeker wat voorbereiding getroffen, maar de grootste dingen komen straks. Komen nog. Ik hoorde van dat kasteel. Of kerk is dat, ja. Hè?
Bijna even groot als een kasteel, hoor. Ja. Ik heb een keer volgens mij... Ja, het scheelt niet veel. Nee. Wel, die hebben dat een keertje. Ja? Zijn er echt in getrouwd ook. En... Ah, leuk. Ik wist helemaal niet dat het bestond, maar toen hoorde ik er voor het eerst van. Echt lachen. Dus kijken. Ja. Maar het weer is net niet leuk, hè? Nee. Nee, het schijnt zelfs vanavond te gaan regenen. Ik wil zeggen, wat zijn de voorspellingen? 4 mm. Dat is ook nog wel fors, ook 4 mm. Eens kijken. Oh. Zo, mooi. Staan een strikje vast. Oh, nice. Wow. Oh. Oh, super. Ja, leuk, hè? Ja, heel mooi. Thanks. Ja, jij zat op zitten voor vanavond. Ja, ik heb wel eens op een beurs als prijsvraag gedaan hoeveel van die nageltjes. Dus echt één voor één er allemaal in. Ja, echt? Oh. Nou. Het zijn iets van 880 ja, echt? Nageltjes. Wow. Dat was een heel klusje. En hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ik heb het via een workshop stofferen gedaan, zeg maar. En dat is in 5 ochtenden. Wow. Het complete stofferen, zeg maar, en in nageltjes. Want ik had het ook nog nooit gedaan, dus, maar dat vind ik altijd leuk. Heel mooi, ja, nieuwe dingen leren. Ja, ja, is wel leuk. Ja, hè? Ja. Je hebt het netjes gedaan, hoor. Nou, bedankt, bedankt. Lijkt wel een beetje deze stijl, hè? Ja. En dat is voor een scherm erachter of zo? Ja, dat noemen we een backdrop. En dan heb ik ergens platen neergezet, hier achter. Als we iets kunnen doen, dan horen we het graag. Ja. Ja, nou, ik laat gewoon nu zien hoe het in elkaar steekt. En dan kunnen jullie het opbouwen of verplaatsen waar je wil. Ja. Wil je wat drinken trouwens? Sorry? Wil je wat drinken? Wat had Jordi man aangebouwd? Misschien zometeen als het klaar is. Nu heb ik zoiets van, dan moet ik even mijn ding doen. Dus dit in elkaar zetten mag je gewoon zo laten zoals het is. Dus ja. Jij mag het opruimen morgen, maar waarschijnlijk hebben jullie zat andere dingen te doen. En dit is een grondplaat waar de staanders in komen. Mm-hmm. Als je gaat verplaatsen, trek je hem waarschijnlijk hier vanaf. Dus dan heb je die los van meteen. Hoi, hoi. Leuk. Ja, hè? Superleuk. Wat dit is Merel. Hoi, Merel. Hi. Leuk zeg. Want jullie hebben gewoon gegoogeld? Of, Sorry? Je hebt gewoon gegoogeld? Nou, kwam je bij mij? Ik googelde het trouwbankje. En ja, nou, dan kom je nog best wel snel bij mijn trouwbankje. Dat ging echt heel snel. Ja, heel bijzonder. Ja. Nou, superleuk. Hallo. We zijn totaal met 14 mensen in het Smurverdorp. Hi, ik ben Mirjam. Nou, als ik het zwart metaal niet zo leuk vind, een beetje eroverheen. Ik heb normaal voor zomers buiten heb ik het helemaal met bamboestokken. Dat is nog leuker, maar die steek je in het zand. En dat is binnen niet zo handig. Dus dit is mijn binnenvariant. Stalen bamboe. Ik heb nog nooit zoveel toeschouwers gehad. Moet je deze dingetjes omhoog duwen? Ja. En dan is die traploos verstelbaar hoe hoog je het hebben wil. Okay. Zeg maar. Ja. Steek je een ligger in. Dat is deze. Oh. Heb je maar één voor nodig. Je muziek op de USB, hè? Ja, jij hebt mijn USB. Ja, liever die ligt. Lever jij die dan aan bij ons? Ik zal een gedichtje. Moet ik zelf wat voor je doen, hoor? Ja. Zorg dat het podium op zijn plek komt. Ja, en. Volgens mij zijn de munten zijn gedaan. Wat? De munten zijn volgens mij al gedaan, toch? Mariska, nou, munten kastjes zijn... moet ik nog doen. Oh, kastjes moeten, oké. Okay. En de pinautomaat updaten. In ja, daar ging Merel naar kijken, volgens mij. Oké, okay. Top. Nou, is het eigenlijk handig als je kiest of je de dromenvangers wil met gordijnen. Ja. Dat is denk ik het plaatje wat je gezien hebt. Ja. Hangen de gordijnen zo en die dromenvangers er tussenin. Of die linten. Want dan doe ik witte... stoffen hoesjes om de palen, want dan zie je de palen veel beter. En dat is een heel ander stijltje, dat strakke.
Dus, ik zeg zelf persoonlijk de linten, maar mevrouw de trouwambtenaar. Jij mag beslissen, jouw feest is vind ik ook leuk. Ja, maar we zouden het samen doen. Dan ga ik ook voor de linten. Ja? Nou, verrassend. En dan heb ik nog even. Volgens mij moeten wij gaan trouwen. Ja. Haal ik eventjes die hoesjes, heb ik nog in mijn auto liggen. Ja. Oh, leuk, joh. Ben je getrouwd met een ja-knikker? Oh, ben jij toch ook weer een lul. Nou, ga lekker roken. Ja. Ja. Maak doei, Jessie. Oh, zo'n sympathieke lieve jongen is het ook. Jessie, voel je niet doen. Nou, dat was je toch ook, of niet? Was ik een ja-knikker? Ja, toch? Of niet? Okay. Ben jij die andere anders, de dromenvanger? Niks. Word je gewoon een ja-knikker genoemd? Nou. Ja. Top. Als je iets optilt, dan kun je ze makkelijk omhoog duwen. Die iets tillen. Nee. En dan? Tof voor je hoor. Echt goed geregeld. Echt heel cool. Ja. Leuk, hè? Blokkeert hij iets. Wel een mooi systeem dit. Jawel, hè? Je kan hem ook vastzetten waar je hem wil. Ja. Een soort doek met niet met klikjes erin. Heel mooi. Nee, hier... Oh, dat. Oh, nee. Denk ook dat je er geen keuze hebt gemaakt. Nee. Denk. Ja. Een hele grote dromenvanger. Ja. Ik dit denk ik leuk. Ja, je mag ze ook die dromenvangers ergens anders hangen als je dat nog steeds leuk vindt. Ja, we kunnen altijd kijken of we... Ja. 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 Ja? Ah ja. Hier zit een openingetje en daar kan soms een die ligger in. Oh, okay, ik dacht zelf al van, hoe heb je dit? Ik gebruik deze niet zo vaak. Grote sokken. Condoompje erom. Heel veilig trouwen is dat. Ja, dat is mooi. Daar houden we van. En dan moeten ze toch een stukje uit elkaar voor het effect. Dit is leuk volgens mij ook op het strand als er winter... Ja. Ja. We hebben nog een windmachine. Ja, gaan we gewoon... Oh, die huren we ook nog. Ja. Komt er ook een kuub zand? Ja, dat hebben we wel. Dat kunnen we zelf wel scheppen, ja. Oh, nee, graafmachine. Oh ja. Moeten we toch een graafmachine bellen, hè? Oh, god. Hallo. Hey, nieuwe bank. Chill. Red je dit zo? Ja, kijk, maar deze moet je er soms verder uit elkaar schuiven. Dit zit wel met klikjes. Okay. Nu zit hier één standje. Dikke. En leuk. Nog kan je die ook verkopen? Nee, die niet. Ja. Maar dat is voor nu voor de ruimte misschien handig om het niet te doen. Ja. Nee, ja, ik moet even een kaart fietsen. Want het gaat daar. Ja, dat weet ik hier. Hier zit witte stippen. Ja, als je wel even op geen idee hebt, die daar ligt. Hier zitten wel witte stippen. Ja, denk ik. Dan moet ze even iets omlaag. Nee. En dan kan ik er makkelijker bij. Goedemorgen of goede dag. Goedemorgen nog, dit is half elf. Mafketel nog wel. Ja, er worden hier echt weer dingen gezegd dat ik echt weer denk, nou... Heb jij nog eens een cupcake gesmikkeld? Nee. 100%. Maar even een stukje, zo heeft hij afgepakt. Wel leuk hoe het gaat van nee naar... Ja, top. Ja. Okay. Ja. Ja. Zeg je? Oké, okay, dan ga ik die zo meteen nog even in een vuilniszakje doen. Ja, dat komt goed. Zou ik anders helpen met iets? Ja, misschien handig. Ik zit even te denken. Wat... Als ik hem vasthoud en als jij dan die linten erop doet, dan... Dat is goed. Ja. Maar ja, te bewaken dat ze er niet meer af gaan. Ja. Dan kan je er geloof ik niet. Ja, het is natuurlijk apart zie ik nu, maar die moet een beetje gemixt erdoor. Maar daardoor eigenlijk door het logo en de flyer van jullie feestje, dacht ik in één keer aan deze linten. Ik denk, oh, die heb ik ook nog. Dat is misschien nog leuker. Super tof. En roze. Dat kost ook niks meer tegenwoordig bij de zaak. De helft staat op de grond, maar die halen we zo aan. Jij gaat even van die kopen. Lekker. Lekker meid. Die gaat hier door. Dan wacht ik nog zo. En dan kan die hier weer zo. Ah. Ik zou echt helemaal gek worden van dit prikkelwerkje.
Nou, officieel zit er dus ook nog een volgorde in dat alles mooi verdeeld is. Oh, meen je? Dat kan ook redelijk random. Daar houden we van. Random. Ja. Ja. Van de roze. Met die roze, ja. Ik zit er denk ik wat gerust over. Nou, weet ik. Want het draait ook echt een beetje om trouw, of draait het vooral om iedereen mag iedereen lief hebben? Dat vooral, ja. Toch, joh? Ja. Oh. Ik ben ook heel blij dat we dat als groep ook naar buiten kunnen schaden zo meteen. Ja. Ja. Ja, en fun denk ik ook vooral natuurlijk. We hebben echt superleuke acts hebben ze geregeld. Dus dat is ook nog leuk. Ja. En er komen veel bezoekers. Hebben jullie goed? Nee, wacht. Het staat nu op 426. Oh, wauw. Ja, dus... Oh, dat is goed zeg. Ja, toen we ook de eerste keer dat Meel en ik dat gingen presenteren aan de groep, toen wisten we ook niet van hoe of wat het zou gaan lopen. Maar ja, toen de eerste week, toen hadden we iets van 100 kaarten verkocht. En toen staat van ja, dit gaat de goede kant op. Ja. Pareltje mag er tussendoor. Ja. Wat leuk dat je het gedaan zeg. Grappig, hè? Nou, bedankt, bedankt. Wat een compliment krijg ik vandaag. Mijn favoriete kleur is roze. Vanaf ben vanaf niet van ben, vanaf meisje ben ik echt al... Ja, alle meisjes natuurlijk, maar je hebt gehouden. Het is nooit weggegaan eigenlijk. Leuk. Kijk, Jitske, dit is een mooie kleur. Dit is leuk, hè? Ja. Maar dit heb je allemaal zelf gedaan? Ja, ik heb al die lintjes zelf zitten knippen. Is die had, hè? Wat leuk. Er zit geen lusje aan. Maar is dit standaard of heb je dit echt voor dit event gemaakt? Of nee, heb je dit nee, dit had ik standaard. Oh, oké. Okay. Ik heb een keer op de Love & Marriage beurs gestaan en daar had ik dit... Oh, wat leuk, hè? Leuk hoor, hè? Ja, ik ben hem een beetje vergeten. En in één keer door dit roze dacht ik... Ja. Oh, wacht, dus dat heb ik ook nog. Kan ik je ergens mee helpen? Nee, ik denk het niet. Maar misschien zometeen even kijken wat ik her en der valt. Wat? Ja. Maar... Ik heb hulp genoeg. Gaat hartstikke goed. Als jullie komen, tijd wel. Hebben tenminste. Ja. Dit misschien langer dan dat jullie al. Jawel. Oh, wat is het lekker schoon, Jens, hier. Morgen jij leidt ook weer een puinhoop op. Nee, ik heb de hele tijd... Was dit hier biologisch? Of was het alweer over? Ja, dat dit was weer van prima dag. Even een beetje kijken. En het woord vrouw is vervangen voor dunne roze. Yes. Hoe doe je dit eigenlijk meestal als je dan geen hulp krijgt? Dan leg ik het op mijn schouder. Maar dan moet deze kan nog een stukje lager, denk ik. Dan leg ik het op mijn schouder en dan, dan ga ik zo... Hij zit allemaal naar achter. Ja. Oh. Kijk eens wat ik heb gezet. Ik zie het niet. Oh. Maar dit is wel fijn hoor, die hulp. Ja? Nee. Het is er al niet meer. Het is puur blijft er al de hele tijd. Dus het is wel plus iedereen. Dan doen we weer een pareltje. Je kan het toch ook prima alleen doen? Ja, dag. En als we dit gaan verplaatsen, dan is het beste dat we al het lint en kabels, dat we die eventjes eroverheen slaan, zodat het niet de grond aanraakt. Ik denk als je het op deze hoogte oppakt, ja? Zo optilt, dat het handigst is. Want eroverheen, dan ga je die gewoon weer lang. Oh, ja. Dan draait hij rond. Ja, touché. En dat moet je het even in de losse onderdelen doen, dus dan heb je... Iemand die de stok vasthoudt, iemand die de... Maar jullie hebben mensen genoeg, dat scheelt. Ja, we hebben iemand die de lint vasthoudt. En dan die staanders met die grondplaten verplaatsen, daar weer neerzetten. Dan kan je me weer inprikken. Okay. Toppie. Is alle haven uit de filmpjes? Nee, die heeft die blauwe bak. Is, het zit in een andere kleur. Ja. Wat doe je voor de rest nog, als ik vraag? Om... Ik ben interieurstyliste. Oh, gaaf. Freelance. Maar dan vooral in meubelzaken, niet zozeer bij mensen thuis. Mm. Dit vind ik lastiger. Dat vind je lastig? Ja, dat vind ik lastig.
Ik wil altijd meters maken, zeg ik altijd. En ja. Mensen privé die kunnen nogal twijfelen. Ja. En dat ik denk dat ik niet genoeg geduld heb daarvoor. Ah. Je wil gewoon huppakee in één keer door. Knallen, ja. Het idee wat je in je hoofd hebt, dat ga je gewoon lekker neerzetten. Ja. En dan kan ik best heel goed, zeg maar, want in de showroom moet je dus ook... zeg ik, nou, hier wonen zulke mensen en hier wonen zulke mensen. Het is voor ieder wat wils maken. Ja. Ik kan best verschillende stijlen. Ja. Dit is een trouwbankje, toch? Ik vink het even af op onze lijst. Is dit oké? Ja, okay? Ja, Jordi. Jordi, ik vink het af. Ja, je mag het hoor. Oké, okay, levering, trouwbankje, gevinkt. Ja. Maar niet, niet het tweede gedeelte van inrichting van de kerk. Nee, dat doe ik ook niet. Toppie. Dat, die hebben toen nog niet de kerk. Nee, daarom. Wat gaat het weer vandaag doen, trouwens? Hoi. Ja, om 9 uur. Leren weer. Ja. Meer dan 5 mm. Volgens mij was het 5. Dat is minder mooi, vind ik. Minder? 3,2 om 8. Oh. Laat het alsjeblieft naar 1 gaan. Of om 6 uur. Het donkert en het regent en het... S'avonds, s'nachts nu. Oh. Wat dan? Om 11 uur 1,2. Oh. Oh. Want het begint om 8 uur? Het begint van 7 tot 11. Van 7 tot 11? Ja. Ja? Met wie ga je trouwen? Met mezelf. Nee, dat kan niet. Ja, met jou. Ja. In principe denk ik dat ik ze heb. Tenzij degene die ik heb laten vallen, zeg maar. Kleintjes. Wat? We trouwen vandaag bezig. Ja hoor. Cute. Hopelijk een vriendje naar het event. Helaas niet. Nee. Ja, je bent in het land als je naar het event komt. Oh, ja, zeker. Dan kan ze straks ook in de kerk en dan gaan wij trouwen. Ja. Frank, als je komt op het feest, zeker trouwen. Maar ik weet zo dan. Nou, Frank, moet je teleurstellen. Oh, ja, dat kan wel. Ik vind Frank alleen juist. Nou, jou kan je dat wel. Ja, vind ik. Nu eventjes. Kom maar omhoog. Omhoog. Dan kunnen we even zien hoe ze hangen als ze op de goede lengte hangen. Is dat op je bucketlist? Ja, bucketlist, gaat trouwen. Droomman, naar Zuid-Afrika, naar Bali. Ik heb nog heel veel dingen in de lijst staan. Dan ben ik alleen vergeten om ze een beetje te verdelen eerst. Ja. Hoe? Doe jij maar. Jij bent het interieur. Ik ben het interieur. Ja, nee, niet, het, je snapt me wel. Ik ben de snackbar. Ja. Nou. Huh? Jij bent het interieur. En dan zou ik hem soms denken, kun je hem dus nog wat meer breedte geven? Ja. Ja, maar ik doe eerst eventjes een beetje verdelen. Dat geeft niks, wees maar scherp. Ja. Oh, volgens mij kom je uit Friesland, of niet? Nee, maar mijn vader wel. Ik heb, zou je dat dan horen? Ja. Ik heb... ik kom echt van de Veluwe. Van de Veluwe, oh, wat grappig. Melk, havermout, peren. Voorthuizen. Oh, voor een beetje chocolapoeder. Oké, dan ben ik tevreden. Hè? Dan ben ik tevreden. Als je het verwacht, hè? Nee. Zeg maar, meestal als mensen stress hebben, dan gaan ze juist minder eten. Oh. Ik heb een geïrriteerde buikwand. Een geïrriteerde buikwand? Ja, want ik had toch over die buikkrampen toen met jou? Ja. Dus ik krijg nu pilletjes daarvoor. Maar wie heeft dat geconstateerd? Nou, dat is Hij zegt zo. Oké. Hé, waar zijn die vandaag? In de caravan. Dat ik even pakken zo meteen. Maar dat moeten we dan uitknippen en dan heb je zo'n kaartje, maar anders maak ik hem kleiner en doe ik hem op de achterkant van die. Dat is wel leuker. Ik wil even kijken waar ze zijn. Ja, is goed. Wel leuk om op te hangen. Nou, wat leuk, wat een enthousiasme. Ja, super. Ja,
Eens kijken. Ja, dan moet ik hem kleiner maken. Ja. Ik weet alleen niet, is het niet dit is. Oh, ja. Oké, okay, ga ik even deze tekst kleiner maken. Wel leuk, alle hoor. Ja, ik zou hem weer meenemen. Dat ik het morgen weer, dan raak ik het ook niet kwijt, zeg maar. Dan hou ik het in de auto. Ja. Dan kan ik morgen allemaal weer ingepakt. Heel cool. Super vet. Oh, daar staat er de droomwangs in. Ja. Die hou je, dus ligt ook nog houten harten in. Oké, tof. Ja, doe mee wat je wil. Houten harten? Houten, ja, kleintjes hoor. Hart van, niet van goud, maar van hout. Die kunnen ook, zeg maar, tussen... Ja. Oh ja, die dan niet met tekst. Misschien vind ik... Oh, hier is ook eentje zonder tekst. Grote draaitruc. Oh, en propjes die staat voor de... Ja? Ja. Kijk, hier, deze zijn nog... Oh, nice. Die kunnen eventueel ook, zeg maar, in de backdrop hangen tussen de gordijnen. Maar... Ja. Die zitten in mijn standaard pakketje dat ik meeneem. Als je er iets leuks mee kunnen, gebruik het lekker. Ja, dit is echt heel fijn. Ja. Jee. Die is heel mooi. Nou, top. Dat was hem. Oké, cool. Dan ik loop nog even met je mee dan. Dan help ik even mee met shower. Ja, graag. Weet ik niet. Even kijken, dit kan allemaal dan mee? Dat kan allemaal mee. Ja. Het weegt niet zo zwaar. Het weegt niet veel, heet dat toch? Nee, joh. Tenminste. Wat het is? Nee. Heel veel succes en plezier. Ja, kom hier kijken. Ik kom niet kijken. Oh, jammer. Dat is maar jammer. Ik wens je wel heel veel plezier. Yes. En een beetje droog weer. Ja. Ja. Love is love. Ja, love is love. Doei. Ja. Oh, het regent hard. Oh, het is stop het zachtjes regenen. Ja, het gaat nu harder regenen. Ah, Getsy. Dat hebben wij weer. Ah, dat is altijd zo snel, hè? Ah ja. Als vallen die platen er weer af. Yes. Kijk, hebben die ook? Ik denk dat dit goed komt. Hij is weer dicht. Super, hey, super bedankt. Bedankt. Heel veel plezier. Het komt zeker in orde en tot morgen. Morgen weer rond de uur of 10. Yes. Ja, ik heb iets later nu, omdat het oponthoudt. Ja, nee, maar... Ik kan gewoon zo weer... Ja, dan gaat de poort zo meteen automatisch... Nou, niet automatisch open, maar iemand doet hem iemand dan open. Iemand dan een treintje. Ja, super. Hey, dankjewel, hè. Ja, ja, ja. Doeg. Doeg. Ja, het snijdt dikke plakken. Maar het lijkt me wel, als het straks tijd is... Weet je, in de Roze Kerk zaten en zo, in die kramen kunnen we dat misschien nog even... Ja, in de weer, want dan hebben we toch wat meer verlichting. Ja, nee, ja, een hele goeie. Ja. En het is de kleur van de regenboog. Daar houden we van. Ja. Oh, zo'n stem had zij ook toch, Lex? Wat zei je, Kate? Na, na, na. Zij heeft toch zo'n stem, hoor? Ja, klopt. Anna, na, 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 is... Nou, Merel? Ja. Oh, you are such a kneus. Hebben we hier ook een schaar? And I am such a kneus. Hé, hey, kneus, hebben we hier een schaar? Ja, die lag daar als het goed is. Ah, nice. Baby, you got ja? Naar het grasveld. Oh ja. Je eitje scheet. Ja, dank je. En even rennen misschien? Zou je even willen rennen, schat? Alsjeblieft. Oh shit. Nee! Mama! Nee! Ja! Ik wist het, joh. Oh, kut, mijn brood staat. Oh, goed! Ja. Oh. Gaan ze binnenkomen even. We zijn er toch al? Ja, weet ik. Ja, ja. We zijn er toch al? Ja, we wisten het. Jij het al? Ja, dan. Ik wist het. Wie is zijn moeder? Ze stond op het grasveld. Oh, ik zie er al. Met die witte vest. Nee, links. We zeiden toch al dat het nu zou gebeuren? Ah, god. Maar ze hebben een eten bij hun ook. En drank. Oh, wat leuk. Leuk. Ja. Ja, heel leuk. Ja. 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 Nou, we hebben het al die tijd gezegd. We hebben het al die tijd gezegd. Ja, wij gaan alles fixen voor hem. Ja, ja, ja. Ja, maar dat hebben we gezegd. Ja, super. Oké. We zeiden het al die tijd al. Ja. We zeiden het gisteren nog. Ja. Ja. En vanmorgen dacht ik, nou, anders... Oh. Nou, kom lekker verder. Zeker.
schat. Geniet, maak je geen zorgen. Wij gaan alles voor je fixen, ja? Goed. Hi, Jessie. Hi. Hoi, Alexandra. Oh, god. Oh, ze zijn er. Mooi, man. Wil je hem nog voller doen? Met alles erop? Nou, dat zou ik niet doen. Dat kan je niet meer plaatsen. Hij valt bijna al. Ja. Oh, dit gaat al mis. Dit gaat hartstikke goed hiervoor. Nou, hierachter niet. Maar ja, maar dat kunnen we wel tegenaan. Oké. Riemen vast. Hilarisch dit weer. Hey. Oh, dit ding is koud, man. Die kar. Oh. Ja, missen. Flesje. Oh, oh, dit gaat helemaal fout. Ik loop al met de flesje nas achteraan, ja? Alles wat eraf valt. Ja. Ah, dit gaat mis! Woe! Nee, nee. Ja, sorry, ik moet dit vasthouden. Kijk, dit valt bijna. Ja. Gewoon door. Oké, doe maar. Dit gaat nooit goed. Ik denk dat we om moeten draaien. Want dan kan ik duwen en die flessen tegenhouden. Oké. Denk je niet? Ja, prima. Wat jij wil. Ja, oh, wacht even. Ja! Oh, wacht nog. Ja. Oh. We lost the man! We lost the man! Ah! Oh. Gaan we hierdoor? Het is ook geen vrouwenwerk dit. 1, 2, go! Ja, lekker. Ja, ik hoop dat het blijft staan. Hier is bar 1, toch? Ja. Dit is toch ook echt gênant, hoor. Oké. Okay. Daarheen, waarheen, waar wil je het hebben staan? Eerst daarheen? Ja hoor. Ik ga wel vast bier pakken. Hier staat wel een rolcontainer. Oh! Oh, kut. Ik zie ook niks. Dit is een mega capuchon. Voor de poort. En dit is echt... Er is, we zitten vast. Ja. Ja. Kut, we lost the package. Ja. We laten... Zo. Patee. Oh, zo. Maar het is ook wel heel vies dit trouwens hoor. Oh, ik kan een... 2 is ook precies genoeg. 2? Ja, ik zou niet meer doen. Oké. Dan zei jij, joh, ja, misschien ben jij wel veel sterker dan ik. We moeten wel een eind lopen. Ja, daarom. Ben je dan nog met die kruiwagens? Oh ja. Dat was ver lopen, ja. Dit is ook kruibv. Ja. Oh. Ja, dit is ook kruibv. Zo, mijn armen. Oh, kijk nou. Ga goed. Ja, ik zie. Je was een grietje aan het spelen, of niet? Ja, zag je. Ja, zag het. Ja, we dachten, maak een spoor voor jullie. Maar kijk hier. Ja, dan weten we in ieder geval waar we naartoe moeten. We zijn echt sterker, Fran. Zo. Dit is zwaar. Nog 2? Oké. Oké. Wat leuk, wat er weer zo'n mensen helpen! Ja! Moet ik mensen aansporen? Ja. Die heb je nodig. Ik ga wel mensen roepen, ja? Oh, poes, je stuurt me zo de poes. Zo het ravijn in.
Oh, pushen gaat wel heel snel hoor. Ja? Ja, dat gaat iets te snel. Hebben we niet achter de voren? Ja, kan. Oh, weet ik niet. Hoe zie je dat? Niet, maar dan stuurt hij kut. Oh. Sorry hoor jongens, maar ik doe echt mijn best om het pad te blijven, maar het lukt echt niet. Ja, thanks. Nou, wat een rot ding. Nou, hij stuurt niet. Gezondheid. Ja, maar we moeten wel verdelen over twee dingen, barren. Ja. Ja, dat hebben we toch gezien al? In de glitterzilver. Oh, glitterzilver, nice. Kan jij die misschien gooi? Ja. Oh, wacht, ja, ik beuk wel gewoon. Oh, oh, sorry. Oh, nou, nou, poes. Hij moet in de breedte. Dat ja. Zie ik toch. Dat probeer ik toch. Oh. Evie. Okay, zullen we dit maar samen doen? Lekker wijntje. Oh, ik heb daar ook één doos staan. Ja, ik had toen tegen... Oh, ze blijven ze wel een beetje liggen, Vreemd gezegd, is er nou, ja? Dus ga ik het wel 3 dagen verlagen of verleggen. Ja, kan toch? Korten, want het is het laatste event misschien met z'n allen. Nou, ga daar maar vanuit, ja, kan daarom. Ik je vertellen. Wat? Het laatste event met z'n allen. Ja, oh, 100%. En ik kan niet wachten tot het maandag is, zo ken ik je. Ja, jawel hoor. Maar, wacht even. Oh, ja, ga maar hoor aan. Je moet even in het midden, hè? Zo.
Oké. Okay. Dit is echt top. Kut. Ja! 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 We zijn er weer! Ja hoor! Back on tour! Back on track. Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ah, mijn buikspiertjes heb ik niet. Oké. Gaan we door het zand, ja? Weet ik het. Ik zie niks. Zitten we weer vast? Ja. Moet even daarheen. Ja. Nee! Missie mislukt. Nee, poezel. Er loopt iets leeg. Oké, okay, hartstikke goed. Kutzooi. Domme. Ik hield uit die haren in mijn gezicht. Ja. Word ik ook zo moe van. Daar kan we ook van mijn eigen. Van mijn eigen. Bij deze nog heel. Oké. Okay. Deze niet. Oké, okay, laat die maar liggen. Wilt u ook een bier, Silo? Als je echt alcoholist bent, ga je nu met je mondje eraan. Ja, maar daar ben ik niet. Oké, poes, we zitten vast. Kut zo, ik vind dit echt niet leuk, hé. Kom mee. Ja. Hoppla. Oh, hier wordt het ook... Godverdomme. Domme. Wat een klote ding. Hé, hey, we zijn daar al lang, hè? Ja. Oh, we zitten hier vast. Links, linkerwieletje zit vast. Oké, okay, ja! Ja hoor, lekker poes, we zijn er weer. Ja, lekker pak! Niet meer stoppen nu! Nee! Oh, we zitten ook vast. Oh. Oké, okay, ja! Hoppatee! Oké okay, dan, daar gaan we. Daar gaan we! Oh. Nee, nee, niet over het zand! No! Bochion! Yo! Podium is er. Ja, en we gaan... Ja, ja, poes, kom op. Ah. Hi, Merel. Goedemorgen. Hoi, Merel. Hoi, Freddy. Hoi, Freddy. Welkom. Wat wil je hebben? Ja, omdat ik vandaag... Ik denk niet dat ik het nog... Net voor die grote kei. Oké, dat kan. Ja? Yes. Oh, gelukkig. Hoi. Hallo, Arjan. Kom je zo helpen, poes? Oké okay, hoor. Ah, rustig aan, we staan maar niet. Nee, in het midden toch een beetje meer, of ja? Niet? Eigenlijk hier waar die een beetje afgetekend is. Ik heb er maar eentje door. Ik... En... Nee, maar ik had vanmorgen al lekker vroeg sanitair gedaan. Ja. Ik heb lekker de silo opgerend. Dus dat is ideaal, toch? Ik doe nu ook alvast even de keuken. Hou het wel even een beetje bij. Heel eventjes. Maar ze brengen nu elke keer alles hierheen. En er moet daar ook een gedeelte komen, hè? Wacht even, zet zo neer. Even kijken naar de was. Wacht even, hè. Jessie. Nou, het mazzeltje dat hij gewoon lekker door is gereden, want als hij stil had gestaan. Ja. Moet je kijken hoe wit Jessie zijn enkeltjes zijn. Ja, maar heb je zo'n witte hoofd al gezien? Zag je ook, zie je ook, heb je ook gezien hoe wit Gerrit de laatste paar dagen in Jordi is? Dat is echt niet normaal, hè? Echt? Ja, ziet er moe uit, hoor. Oeh, bier. Ja, gaat goed. Het geeft ook een realisatiemomentje van, hé, ja, het duurt steeds langer. Gaat lekker. Oh, er valt de ene fles naar de andere fles eruit. Ja, alles tegenhoudt, rij ik. Ja.
Zo reed ik gisteren ook met Frenny. Met... Oh! Mag niet vloeken, sorry. Pardon. Oh, dit is echt eng. Oké. Okay. Oh, dit moet voor die mayonaise. Oh, dat wil ik niet. Dat vind ik echt heel goor. Ja, dat is het ook. Ja, ja. Hoe? Gaat hij wel bijna door het zand heen. Ja, dat wordt echt zwaar. Sterk. Oké. Dus het is sterk. Ja. Ah, gadverdamme. Ja. Zullen we hier stoppen? Ja. Oké. Okay. Ah. We hebben heel veel bier. Heel veel bier. Lille lucht ook van dat. Menes! Ja. Menes! Lekker, 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 lekker! Menes! Menes! Kom, lekker, 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 lekker. Voor Katie. Beetje rond. Frenny! Zullen we Katie er even uit laten? Kan ze lekker eten? Happy, happy! Huh? Kijkies? Ja, snappie, snappie. Lekker mayonaise. Katie mayo. Ja? Mooi. Nou. Beter. Kijken. Ja, zo zat hij veel beter in de dag. Ja, joh. Heel mooi podium. Nog, toch? Zijn we niet nog een beetje meer die kant op doen? Waar? Naar die kant. Hier, naar ons toe? Ja. Zullen we dat doen? Ja, kan wel. Kan hier nog een heel klein beetje die kant op? Qua schuinte? Is hier heen nog? Ja, deze kant op. Ja, ook niet te veel, denk ik. Ja, ja. Ja, zo, zo. Top. Ja, zo? Ja. Dan kan je daar naast het geluid doen. Met twee partytentjes. Ja, dat is top. Ja, toch? En dan doen we hier de bar. Mariska denkt val kapot. Wat? Ja, we hebben Joost natuurlijk al heel de dag gekund. Maar dat is beter, want dan kan Ernst precies hiernaast. Dan kunnen we hier een barretje doen. Snacks komen daar bij de naast het bankie. Even kijken hoor. Twee kanten. Ja, drie volgens mij zelfs. Niks. Ja. Drie kramen. Fantastisch, kijk eens wat een leuk zicht we zo hebben. Nee, maar dit helemaal top. Even, hè, dit is goed toch? Ja. Ja. Hij is goed, is helemaal goed. Ja. Ja. En waar zijn die twee oranje partytenten? Achter het podium. Achter het podium. Eentje nog. En de andere is Kadoekie Kadoekie. Ja. Ja, ik weet niet, toen je hem daar neer had gezet. Maar die kan dan daarvoor. Ja, hij had het over die allebei. Ik weet niet of hij dan genoeg heeft aan eentje. Dat zou ik zo even aan hem vragen dan. Oké, top. Dat we dat niet hebben. Dat is best wel handig. Ja, maar je mayonaise. Buikspieren aanspannen. Mijn vinger zit er iedere keer tussen. Lekker, lekker, lekker mayonaise. Mayonaise.
Vanessa. Hey. Lekker bezig, pik. Hey. Mayonaise. Ik moet niet zo hoor. Echt? Hè? Kom. Hoi. Hey. 12 uur. Zo, ga jij lekker de boel versieren eens? Ja. Zo, hé. Ja, moeten we ook nog doen, hoor. Ja. Lekker, 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 lekker. Lekker, 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 lekker. Hé, je stoppen je? Ja, zeker. Zeg ja. Oeh, ah, oeh, ah. Auw. Hoi. Hoi. Lekker, 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 lekker. Hazen. Zo. Zo, lekker wijntje, meid. Hey. Ja, vanavond. Oh. Hm? Zo, wilde plannen. Oh, it's getting wet. Hazen. It's getting wet. Dag, Dylan. I'll take it. Hallo. Zo. Lekker, 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 lekker. Wijntje erbij. Hebben jullie voor de rest ook nog hulp nodig? Ja, zo even om deze op te tillen. Ja. En om de andere... Oeh, nee. Oh, okay. Is het om bijna zo ver of... Zijn jullie pas? Jij gaat nu omhoog en dan... Hè? Oké. Okay. Ja. Als je kan zeggen... Moet je omhoog? Nee, nog niet. Oh. Ik ben nog niet klaar. Oeh. Ja, ik zie het. Zijn er druk mee? Ja. Ja, vanavond komen er bijna 500 bezoekers hier. Leuk. Ja, we hebben elke maand hebben we een stuk of twee evenementen. Okay. Eén markt voor 1000 mensen. Oh. En eentje voor wat minder. En een muziekevenementje meestal. Okay. Maar dat is wel leuk. Ja. Leuk dat we twee man hebben. Iedere twee kanten. Die palen even omhoog, zodat die komt staan. Dan kunnen we het ding naar beneden. Is de vrouw ook goed of niet? Hish? Jij bent ook sterk, toch? Ik doe het gewoon. Ja, Rutte, moet je even losmaken. Hè? Als je naar die kant toe wil. Oh, ja, wil ik. Arjan, ik heb de goede koffie hier. Super, dankjewel. Of moet ik hem ergens voor je neerzetten? Is dat handiger? Vanuit je? Wat is er van? Kijk uit, hij is warm. Ja, ga je hem neerzetten. Er komt niemand, hoor. Nee. Ja. We gaan even zo'n schuin inzetten. Oh, goed doen. Sorry. Zo, ja. En dan trekken we die. Dit moet je wel even met... Rust dat een beetje van jou af? Nee, wacht. Deze staat ook best wel recht, hoor. Ja, nee, dat gaat. Ja. En dan met z'n drieën. Als iemand die paal even in de gaten houdt. Welke paal? Deze? Ja. Ja? Ja? Heb je dit leuk? Met z'n drieën? Ja. Goed. Oké. Okay. Ja, ik heb ja? Ja. Oh, nu moeten die palen daarin. Oké. Okay. Ja, kom maar naar beneden. Wat een leuke constructie, heren. Toch of niet? Ja. Ja, mooi systeem. Jarenlang op gelast, maar het is maar goed. Ruud, we zetten eerst even de dingen erin. Moeten we die tillen? Is dit helemaal? Dat hij hiervoor komt staan. Moet je deze... Ik denk dat deze iets naar beneden moet, denk ik. Ja, dat kunnen we ook. Je doet dat straks? Ja, vreselijk. Ja. Oh, je bedoelt de paal? Ja. Nee, ik zit op de wacht. Hij gaat dan omhoog, hè? Ja. Is voor de regen. Zeg maar even, wacht, verbeur ik hem even op. Dan kan ik hem draaien. Kom maar, allemaal op.
gewoon niet draaien. Ach, wat een ander systeem ook. Ja. We moeten niet te veel doen. Nee, nee, beter. Nee, maar dan vallen we straks publiek in. Dat moeten we helemaal niet hebben. Nou, en nou eens even met de voor. De gewoon de voorzetter. Ja. Hey. Ja. Ja. Nou, meer hoeven jullie niet te doen. Hè? Nou. Oké. Okay. Dankjewel. Oh, graag gedaan. Voor de veiligheid. Wel een mooi systeem. Ja. Ja. Lekker handig ook. Pup, 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 pup. Klaar. En het is overal neer te zetten natuurlijk. Kijk. Ja, moet ik nog een beetje erin doen? Hè? Of moet ik nog een klein beetje erin doen? Ja, kan je doen. Welke? Ik zou die gel doen. Wat dan? Dan knijp je, of dan wrijf je allemaal pluister in. Wat moet ik dan doen? Gewoon alleen knijpen. Alleen knijpen, niet wrijven. Wil jij mij die kwaliteit geven? Ja. Even kijken hoor. Deze bovenste. Ja. Waar moet die heen? Deze kant of daar? Nee, deze kant. Oké. Okay. Even. Kom maar naar mij toe. Yes. Zit hij er ook gelijk tussenuit? Ja, het kan. Ja, hij moet ietsje hierheen schulden. Kijk. Daar, die moet daar,
This one. Nog één kant ergens op. Hier beneden. Deze kant moet hij op. Deze moet minimaal een meter. Of een meter. Kan niet verder. Ja. Hij moet. Deze moet daarheen. Waarvoor? Ja, maar dat is. Maar je legt hier een centimeter over. Hoor. Ja, kom. We gaan hier zo met de plant erin leggen. Ja. Leg hij erin? Hij moet iets naar jou. Daar, naar jou toe, naar jou. Voor. Ja, dat gaat niet, man. Niet? Kom maar, zet hem erin. Ja. Ik denk dat hij. Ja. Hij. Doe ik even een trappie? Nee. Wacht even, die moeten we even gewoon tegen elkaar opbeuren. Kijk, zo. Heb je een hulp? Hoppa. Als jij even die trappie. Ik denk dat hij. Ruk die trap, kom maar, dat is alleen pakken. Ja. Oh, ja. Ja? Alles is glad aan het worden. Ja? Nou, hij zit niet goed. Nee, hij ligt. Lijkt wel of hij iets. Ja, hij is niet verschoven. Hé? Hij is niet verschoven. Anders moeten we hem. Kan die daar eerst in liggen en dan hier ook weer tegen elkaar aan. Maar het lijkt wel of hij een beetje scheef staat hier. Ja, kan ik hem doen? Hij moet eigenlijk hierheen helemaal. Wat? Dat hele onderste ding. Nee, Ruud. Ik vraag, ga ik gewoon nu nog een keer naar jou mailen. En, staan. Hoor je me nu beter? Oh, ja. Ja? We hebben de mail niet gekregen, maar dat komt omdat het hier over verschillende schakels gaat. Dus ik ga nog een keer een mail sturen met onder andere de KVK-nummer. Ja? E-mailadres. Waar de factuur naartoe kan. Voor de factuur heb ik hier staan. En een telefoonnummer waar wij iemand op kunnen bereiken. Want dat hebben we sowieso nodig. Ja. Maar dan nog, wordt het nog krap om het vanmiddag nog geregeld te krijgen, zeg ik er wel bij. Okay. Want wij zitten ook, vrijdag is voor ons de drukste dag van de week. Ja. En wij zitten al aardig vol, dus ik moet gewoon kijken of het nog haalbaar is. Maar we hebben sowieso eerst deze gegevens nodig voordat ik verder nog iets kan doen. Oké. Hebben wij samen dan nog contact om ervoor te zorgen of wij weten of het nou wel of niet gaat lukken? Is dat via de mail of telefoon? Ja, ik weet niet wie voor mij de contactpersoon is bij jullie. Kijk, ik kan het naar Merel terugkoppelen, maar als zij niet op de mail reageert, dan wordt het voor ons ook een beetje lastig communiceren. Ja.
Dus als ik jou als contactpersoon mag aanhouden hiervoor, dan vind ik dat ook prima. Ik moet het heel even hier overleggen, omdat wij even met het telefoonnummer zitten, maar dan ga ik even kort sluiten. Ja, ik bedoel, kijk, het is voor ons gewoon belangrijk dat wij iemand bij jullie kunnen bereiken die we gewoon, die ons verder kan helpen met vragen en dingen die we hebben, want anders kunnen wij ook niet zoveel. Ja, ik begrijp ook hartstikke goed. Hè? En dat is ook vanuit onze kant, weet ik ook dat dat heel lastig is. Dus ik ga gewoon eventjes nu een mail opstellen. Die ga ik naar je toesturen. En ik ga hier even overleggen met welk telefoonnummer we daarin gaan vermelden. Oké, heb jij ons mailadres waar je naartoe kan sturen? Nou, ik denk dat, want ik kan hier zo terugvinden wat naar jullie toegestuurd is. Dus, en ik kan vanuit daar gewoon denk ik weer reageren. Dat vind ik dan wel weer tof. Dat je een rider inlevert. Ja, leuk toch? Ja, dat vind ik hilarisch. Vind ik echt hilarisch. Hij staat okay. Is kapot. Die moet daar gaan staan. Ja, daarnaast. Oh, oké. Okay. Denk je dat we dit podium nog een keer gaan gebruiken? Als we nog een feest gaan houden, wel. Dat staat natuurlijk weer op remmetjes waarvan ik niet weet waar ze zitten. Ja, hier. Waar? Hier voor ze train. Zie je die daar? Oh ja. 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 Kan ik er toch niet zo afgooien? Nee. We moeten dat eigenlijk kunnen we nog toch even... Lex! Oh nee, die is natuurlijk net koffiewezen drinken. Maris en Fren! Kunnen jullie misschien even helpen? Ja, ik moet even helpen, Maris. Kom, kom. Waar is de rest? Ja, kom. Waar is de rest weer? De rest die doet, dan doen wij het wel. Lexi! Ja, ik moet even weg. Oké. Okay. Hier komt jullie hulp. Rennen dan. Oh, ja. Grapje. Oh ja, oh, moeten we even passen mee. Ja? Moet ik aan die kant? Nog meer? Hij moet naar mij toe, die plank zit. Oh. Zo? Nee, die achterste plank. Ja, kom maar naar mij, naar mij. Daar steunt hij op. Hij is los, laat maar vallen. Wacht. Nee, hij zit op mijn schoot. Bij mij ook. Nee. Laat maar los, ik heb hem op mijn schoot. Ja. Ja? Ik heb mijn benen ook lekker erop. Ja. Oké. Okay. Oh, wacht even. Ja? Dan hij is nu hier los. Yes. Wat is los? Oh. Hier. Hm. Dit. Oh, maar dat is niet zo erg. Nee? Nee. Oké. Okay. Oh, ik ben niet boos hoor. Okay. Ik ben niet boos hoor. Die kraamt er ook dingen uit. Hey. Franny, ik ben niet boos hoor. Nee. Ja. Boos. Hier is de partytent ook. Ja. Hey, je gaat wel lekker tegen mijn enkel. Ja, sorry Poes, maar we lopen. Daar achter ook nog heen hoor. Hey. Ja? Ja, kijk maar. Gaan we lekker over de rode lopers. Ja. Hey, echt leuk dat iedereen er ook is en zo. Echt. Nou, maar waar is iedereen? Sorry nou, hoor. Ja, Andrea en Shelly zijn weer teruggegaan naar bed, hoorde ik net. Terug naar bed? Ja, dat zijn Mariska. Die hebben om 10:30 gedoucht en die gingen daarna weer naar bed. Lekker. Lekker hoor. Ja, sorry hoor. Even deze. Ik vind het echt asociaal.
Ja. Hebben ze überhaupt zichzelf al voorgesteld aan de familie van jullie? Nee, heb ik sowieso nog niet gezien. Het enige wat ze tegen me zei was kom. Misselijkmakend vind ik het. Ja? Hoppatee. Hoppatee. Lekker over de rode lopers. Nou, ik hoor wat hoor. Volgens mij... Hé, hey, zijn jullie er nog? Gezellig. Nou, hè. Kijk uit voor die bus, hè, Poes. Ja, daar ga ik niet doorheen natuurlijk, hè. Hé. Hey. Hé, hey, daar gaan we. Hé, hey, kijk, daar is onze assistent, hè. Hier is de pinskool. Maar ben niet boos. Het is toch belachelijk. En dan hebben wij het erover, Poes. Dat we binnenkort misschien evenementen met 5 of 6 man moeten gaan runnen. Nou ja, niks nieuws eigenlijk. Doe het al, meid. Doe niet anders. Wij kunnen dit. Het is te triest voor woorden. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. In het zand. Nou, nu mag hij erop. Kun je wel tillen met z'n... Hebben we er ook 2? Kijk. 2? Ja, doen die het allebei nog. Oh, chill. Ja, mijn sokken is dus lekker aan het afzakken. Weet je wat? Trek eens uit. Nee, doe hem lekker omhoog. Ik had hem dubbel gevouwen. Dan heb ik het zat. Ja, hé. Hey. Ik had mijn Merel erover. Ja. Dit is Merel. Jij zegt nooit Merel. Okay. Dat klinkt gewoon raar. Wist je wel dat ik Merel heette? Ja, had ik gezien toen ik thuis was, ja. Oh. Dat we straks met z'n 5 of zo een evenement moeten gaan runnen. Maar ja, kijk, dat doen we al. Ja. En we missen er nog één. Wie dan? Meer misschien. Ja. Vier zijn dit. Ja, maar Jordi normaal ook, maar die is nog ja. Even... Ja. Dat is wel echt pijn. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Dan gewoon weer optillen. Ik wil ook wel daar staan, bij mijn juist. Ik ga even mijn sjaal doen, dat is echt een belemmering. Mijn sjaal. Poes, als je nou een keer kwek houdt... Mijn sjaal, hè? Hallo! Ja. Mijn sjaal. Vind je die grappig? Dat is van jou. Dit is zo long. Ja, maar eerst even een stukje deze. Jouw sjaal is eerst even een stukje deze kant. Dan is het jouw sjaal. Ja, het is jouw mening. Ik geloof ben blij dat je een keer je mening hebt. Hé, Mel, hou nou. Ho, ho, ho. Oké, eenmaal onderop, of niet? Lekker kinderen! Hoger! Ja! Ja. Lekker! Oeh, daar ga ik! Ja hoor! Hey! 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 I don't need a man! Nee, nee! Yes! Girl power! Woehoe! Girls! Ja, lekker! Niks tegen jou hoor, Dylan! Vergeet niet, we gaan verder met de vlaggen! Oké! Okay. Oh, vlaggen! Oké, hier ga ik dus dansen en hier komen boksen. Ja! Maar doe die dans zo even dan, want anders moeten we kijken of we, hoe ja. We de boot moeten zetten. Moet die begin zo. Voor jullie ruimte zo of naar achter? Zo. Ik kan natuurlijk ook zeggen tijdens jullie dans. Oh, ja, daar boot... komen we sowieso. Zo. Ja, het is top. Want ja? We gaan wel een beetje zo lopen. Nee, op zich kan die wel of zo. 1, 2, 3. Ook voor de dansgroep. 1, 2. Oh ja, je hebt prima ruimte over. Ja. Oké. Okay. Leuk. Maar moeten we... Oh nee. Liever meer. Oh, daar komt Jos aan. Hé. Hey. Woehoe! Woehoe! Oh, want? Als jullie want, gaan dansen. Ja, want kijk. Char. Oh ja. Ja. Staat dit ding ervoor. Oké. Okay. Ja? Dus moet die, de boot moet 3 keer verplaatst worden. Alleen. Oh, Jos. Hoi, ik ben Merel. En vanavond presenteer ik Lof is Lof. Oh, Lof is Lof. Hebben we er zin in? Ik ben vooral niet uit Topia. En ik heb ook zin erin. Ik heb er ook zin echt, in. Echt jongen, jij bent echt seksverslaafd. Nee. Ja. Ik geef haar een microfoon en ze wil hem gelijk weer aflebberen. Nee, dat is een grapje. Ik heb lolliet. Oh, ik weet het verschil niet. Ja. Doe vanavond je piemel shirt aan. Piemel shirt. Oh, hou op hoor. Oh, dit is wel weggegooid. Krakken met een trappetje. Oh, lekker hoor. Hey is. Hey. Ga je lekker pauze houden bij je vier. Hey Josje. Oké, okay, we lost the man again. Oh, ik ben mijn ding kwijt. Mijn sjaal. Ja hoor. Ja, denk het wel. Hoop het wel, ja. Hij is wel iets kleiner, hè? Ah joh. Ja, dat kan toch niet daar nu? Dat kan toch niet? Ja, tuurlijk wel. Toch mensen. Tuurlijk kan dat. We hebben een mooi trappetje. Mooi. Oh, daar, tegen die paal. Hmm. Ja, deze gaat hey. Background, hè? Ja? Oh! Nice. Lekker. Lekker. Jij gaat gewoon in de boom daar. Ik? Of niet? Oh, ik dacht, jij gaat gewoon in de boom. In de boom en dan gaat hij weer die kant op. Nee, bedankt. Nee hoor, dag. Nee, echt niet.
Hoe hoort de regenboog? Ja. Zo of andersom? Kijk maar naar het vlaggetje. Zo. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, hij hangt. Oké. Okay. Kan me vasthouden. Wat is het midden? Ja, wil je het mee vastmaken dan? Ja, touwtje of zo. Touwtje of zo. Lekker hè? Lekker. Wil je ook een lekker kopje koffie? Eigenlijk wel hè? Nee. Nu niet meer. Nee, dat dacht ik al. Oké. Hebben we touwtjes? Of kan ik daar een draadje van... Touwtjes gewoon echt? Oh. Ja? Touw. La. Goeiedag. Oh Jos, zing een liedje voor mij alleen. Ik moet wel in het midden, Belin. Ja, oké. Kijk hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dus hij moet... Ik weet het niet. Ik denk dat ze hier op midden is. Ligt aan de lengte van de vlag. Dree, zou je misschien even helpen? Kan de directrice even kijken hoe die moet? Ja. Jeetje. Moet even het midden vinden. Ietsjes daarheen. Hij moet zeggen... Maar hoe maken we dit vast? Touw. Ja, kan jij hem, red jij hem precies tot die, waar die naar beneden gaat? Nee. Oké, okay, nou dan moet his ietsjes... Zo. Ja, zo. Nu wel. Ja. Oké. Okay. En ik hoop niet dat hij dan scheurt. Als er niemand gewoon aan trekt en gewoon lekker zo laat hangen, dan gebeurt er niks. Oeh, het is kouder dan dat ik dacht. Kijk, er zit hier ook een gat. Ja. Oh, zo'n kleintje, maar... Wanneer komen de kramen? Kijk, er staan er allemaal al. Ze staan gewoon te wachten. I don't know. Zou er allemaal al lang zijn? Het staat in de wachtrij. Okay. Oh, daar komt-ie. Staat er allemaal al heel Lang. Oké, perfect. Oeh, even wel eten, dan kom ik helpen. Ja. Ja. Leuk, hè? Wel leuk. Ja, het is allemaal zo. Hey, toch is 3x3 voor Twinks is toch weinig, hè? Mm-hmm. Je zou denken dat je met drie mannen toch wel meer dan 3x3 nodig hebt. Ja, maar minimaal. Het is niet optimaal, maar het is minimaal wat ze nodig hebben. Minimaal. Pontificaal. Ja, dit is leuk. Ik twijfel alleen of hij niet iets hoger had gemoeten. Ja, is beter. Hij moet aan die hogere buizen. Waarom zie ik dat ook niet gewoon gelijk? Ja, want de DJ boot komt er ook nog, hè? Dat afzetding lijkt ook hele leuke vlaggetjes. Oh, ik kan er niet bij. Kom maar. Hij moet hier. Wat kan dit nou weer? Wat is dit voor touw? Ja, ik heb natuurlijk weer mega knopen in gedaan. Waarom ben ik zo lilliputter? Oh, hij hangt nu alleen niet helemaal stroom, maar we kunnen nog wel verschuiven natuurlijk. Ja. Deze heb ik wel heel strak vastgemaakt hoor. Er zit niet heel veel ruimte meer in. Zo. Had je hem hier doorheen gedaan joh? Ja. Maar je zat maar zeg maar... Alleen maar met een paar dingetjes? Ja, juist. Oké.
Ik vind het wel leuk hoor. Oh, die vlag. Maris, die... Dat kan niet. Die vlaggen mogen wel een meter of twee omhoog hoor. Dat kan echt niet. Hè? Ja. Jij gaat ook. Oh, ook top. Goh, hadden we juist aan die roze kerk gevraagd of ze om 12 uur al konden komen. 1, 2, 1, 2. Ja. Oké. Okay. Ah, gevaarlijke trap, hé. Even een blokje onderleggen of zo. Of steen hier. Er zit wel heel veel... Oké, okay, nou prachtig. Ja? Ja? Dit gaat er worden. Oké. Ja, beter. Oh! Ja hoor, toch? Leuk hè? Ja, hij moet wel echt... Moet hij nog hoger? Ja, hij moet echt hoger, want hij gaat ook nog hangen door de wind. Oké. Okay. Hij moet echt hoger. En ook echt, hij moet kijken. Eigenlijk... Moet je hem bevestigen boven die lampjes? Als dat kan. Hé, His. Ja. Onder die regenboog moeten dus ook die... Maar deze moet nog hoger, deze. Ja? Maar zullen we daarmee wachten totdat Jos is geweest? Want ik ja, zie alles. Die hekken. Ja. En die kerk staat, ik zou het als een van de laatste dingen gaan doen. Heb ik een pen in mijn zak? Ja, dan ga ik even kijken wat we kunnen afstrepen, wat we nog moeten doen. Mag ik een kritische noot plaatsen? Je ziet nu, als je hier staat, de achterkant van die vlaggetjes. Als je waar staat? Zeg maar hier. Ja, maar dat maakt er niet uit in principe. Want als je weer daar loopt, als je weer daar staat, zie je ze wel een goede kant. Ja, waarschijnlijk als je hier komt, dat het er mooi uitziet. Ja, dat snap ik wel. Maar je hebt natuurlijk die regenboog. Maar is die vlaggetjes, als je nu zo staat, dan zie je de witte kant. Ja, maar dat is dus verschillend. Zo, ja. Leuk hè, dat je dan toch helpt. Wist je nog wat je zei met de diploma-uitreiking? Jordi, ik heb je één keer zien huilen en dat is nu. Ja. Ja? Hier in Topje een lopende band. Ja. Vandaag. Nee. Wat is dit? Fratje. Oh, die heb je weggehaald. Ja. Oh, die heb ik ook heel lang hier, oh. Die knipt hem steeds weg. Ja, doe ik ook. Je knipt hem? Ja, maar kijk, hij wordt steeds meer, hij gaat nu echt weg. Ja, dat had ik ook, maar ik kom ook elke keer weer terug. Oh. Maar dat doet zeer, joh. Ja, ik hij weet het. Nou nog steeds, ja, man. Ik weet precies hoe het voelt. Ik heb het hier ook gehad, hè? Ja. Had ik een witte moedervlek. Daar leek het op. Dat was geen echte moedervlek. Toen had ik dus dat spul hier. Ja, ben je niet. Wow, dat is zeer. Oh, je hebt geen litteken overgehouden. Nee, gelukkig niet, maar dat deed wel pijn. Oh, dat is mooi, die witte vloggen. Nee, hier kunnen we hem toch omdraaien. Hallo, kijk, hallo. Ja, ik vind het geen poren. Maar ja, als het zo weer waait, dan zie je het eigenlijk niet. Nee, daarom. Ja, ach ja. Hé, en wat doen we met die paaltjes? Waar gaan we die neerzetten? Voor de kerk.
Hier wordt de patat gebakken hier. Ja, ja. Dan moet je lopen. Of in de kerk. Hey, zal ik je wel even één tip geven? Nee, maar aan die mannen. Lopers ook dit is wel een plekje waar Katie daar ga je lopen, morgenochtend. Nee, Katie gaat er niet uit. Morgenochtend, morgen toch? Ja, als het opgeruimd is. Is het Luke van Bruno Mars? Nee, die niet. Ander nummer. Maar maakt niet uit. In ieder geval, dat nummer, dat komt dus, dat ga ik dus rijden als mensen dus binnenkomen lopen voordat ze dus gaan zitten. En dan kan het dus leuk zijn dat ze dus dan over die rode loper lopen. Of het is leuk om dat voor de kerk te doen als je de kerk inloopt. Maar je moet even kijken wat het leuk staat. Oké. Maar dat nummer heb ik nog steeds. Die strikken is leuk op die twee camera's. Ja. Eronder. Ja, helemaal goed. Waar wilde je kerkpapier? Ja, om bomen wilde hij dat heen, hè? Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Oh ja. Love is love. Love is love. Huh? Oeh, baby! Huh? I think I'll... Nou, de toppers van Utopia. Nee, ik ga rozen. Ik vraag om mij, daar ben ik wat... Wat wordt daarmee gedaan met het roze? Hoe maken we dit dan vast? Je kan ook gewoon hier een soort touwtje doen, Merel. Hier in het midden een soort touwtje. Dat is mooier. Moeten we tape? Jij moet niet. Kers, baby. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar dat moet wel kunnen. Ik weet niet of het kan. Oh man, dat gaat straks weer regenen. Ik denk wel. Jezus. Woe! Ik denk wel dat ik een dikke jas aangetrokken heb. Ja. Love is love. Oh, kijk dit bord. Hè? Oh, nee! Oh shit, kijk dat het niet stuk gaat. Woe! Oh, hij is kapot. Wat we kunnen er de zon ophangen. Woe! Wat is dit? Kan je nagaan hoe hard het in de buitenwereld waait? Wind! Nee! Wind! Is kapot! Ja! Het kan toch bijna niet? Woehoe! Ja. Spannend! Ik vind het allemaal veel te eng. Ik ga weer naar bed. Dan moet hij met was deze. Was afgebroken. Deze moet gaan. Think I wanna marry you. Is it a look in your eyes? Na 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 na. Oeh, baby. Could go, oh, oh. Na, na, na. Oh, come on, girl. But you wanna break up. Na, 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 na. What you wanna, na, 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 na. Oh, come on, girl. Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it look in your eyes? Na na na. Love is love. Love is love. Hey baby, think I wanna marry you. Poes. Kan het daar wel? Dit kan beter aan het podium. Ja, maar ik red het niet. Ik sta er allemaal getukt van. Ja. Wil je dus heel even één tel vasthouden? Oh, schroeven, vasthouden. Eén tel! Oh, die heb ik in mijn zak. Ja, rode doen we hier, of niet? Ja. Oh, groen, geel op paars. Zo, mijn handen zijn koud, jongens. Dawaai. Jongens. Hè? Jullie hebben gisteren ook niks van. Ik ook niet, geef ik wel toe, maar ik heb... Hallo. Ja. Krijg je een rood kleurtje? Ja! Ja, blij mee, hè? Is leuk, hè? Ja, is hartstikke leuk. Hartstikke leuk, ja toch. Oh, ja, dat ben ik gezond. Wat? Huh? Oké, zo. Mooi. Wat er nou op die poli gaat, niks toch? Nee.
mooi. Rood is niet lelijk. Je hebt accentueerd. En dat snap ik. Alleen, ik heb er een gruwelijke hekel aan. Ik bel alleen maar heel zakelijk. Zo van, joh, dit moet ik van je hebben of dit moet ik van je hebben. Dan is het ook niet echt gemeend, alles goed en zo. Hallo. Goeiedag. Hi, hallo, Lies. Gerrit. Hi. Jesse. Lies. Nou, ik weet niet of ik jullie nog uitleg moet geven of dat jij dat doet. Dat is aan nu en aan weet de jij jongens. Het al? Ja, wie heeft het me verteld? Dan is Jessica de spelbegeleider. En ik hoorde dat jullie het woensdag komen ophalen als de haring gebracht wordt. Ja. Maar dan wil ik wel graag weten hoe laat ongeveer. Maakt in. Dus ik pak de rest nog heel even hoor. Als het maar in de middag is, toch? Ja, als het maar in de middag is. Ja, dat komt mij beter uit. Ja. Dus, wanneer dat het u uitkomt en als u zegt van nou, ik heb dan tijd, als u dat even naar ons toe kan mailen. Dan is het ook weer hier. Ja. Dan weten wij in ieder geval even waar we rekening mee moeten houden. Ja. We gaan hier ook niet weg. Nee. Oké. Dus altijd, met ons is het altijd hier. Ik zit hier inmiddels al 16 maanden op dit stuk terrein. Ja. Dus, dus wij gaan niet weg. Kan je die even goochelen? Wat je kunt doen is, haal die goede kabel er af. Doe! Er is één kabel, die ligt daar. Ja. Dus je kunt terug de auto in. Ja. Deze bij de shot mee. Kijk,
lekker. Heb je matten nodig? Even kijken. Daar niet, daar niet, daar niet. Nee. Jawel, hier. Want hier lopen mensen volgens mij voor langs om naar het roken te gaan. Dus deze moet sowieso afgedekt worden tot het podium. Ik zou die zware pakken. Ja. Maar we hebben nu dus 3 paddenstoelen waarvan we er 2 gebruiken, deel. Nee, 1 voor het podium, 1 voor de kerk en eentje gaan wij bij de frituur gebruiken. Oh, maar dan is het prima, toch? Ja. Ja. Oh. Ja, als het goed is komen er zo mensen aan die hem open doen. Ga je doen, Jassie? Hey. Ik hou van de kerk en de kerk houdt van mij. Waar is... Boom. Auw, dat was mijn hup. Lekker voor je. Lekker voor jou. Hoi. Ik ben ook en jij is? Mes, hoe laat was ze bezoeken? Weet ik niet. Ik had geen horloge om. Hoe laat was ze bezoeken? 10:30 of zo? Ja, zoiets. Iets over 10. Tussen 10:30 en 10:30. Even kijken, hoeveel kramen moeten er zo af? Hoeveel kramen moesten er af? Weet ik niet. Okay, moet ik zelf aan deze gepraat. Heb je hem, deel? Ik kan het hek open, jongens. Hiske! Hoeveel kramen moesten eraf? Wat is er? Oh, hoeveel kramen moeten eraf? 10. 10, oké. Okay. Allemaal met planken en... 3 voor de bar, hier. Ja. Jij had er 2, toch? 3, ook 3. Ook 3. En dan die dranghek. En die dranghek, als jij de 3 hebt, dan, is ook, dan hebben we dus iets meer nodig. 1 moet daarheen voor een kleine bar. Ja. En dan gaan er 2 in de... in 2 in de tent. Zometeen. En dan komen hier 2 voor de munten. Oké. Okay. Dus dan hebben we er meer nodig. Dan is het 6, 7, 8, 9, 10, 11 hebben we er nodig. Want ik dacht voor de snacks 2. Dat is mijn fout. Maar eentje is voor de friteuses toch? Ja. Kan ik helemaal niet, dus. Nee. Hoe kun je dat fout te maken? Ja, dat is heel goed. Dat is ook schandalig. Ja. Okay. Luister, dit heeft invloed op je kerstpakket. Oké. Okay. En bij je functioneringsgesprek komt het weer naar boven. Oké, dat is geen probleem. Wanneer hebben we die? Dat komt 1 januari? Ja. Vind ik toch in Bali, ja. Dat is prima. Hey, Hiske, luister even. Wil jij kramen aan elkaar gesloten hebben of wil je losse kramen hebben? Je wilt 2 bij elkaar, 2 bij elkaar, 2 bij elkaar, 2 bij elkaar. Want dat scheelt mij staanders. Ja, een U hebben we hier. Die gaan we een U maken van kramen zo. Tuut, tuut, tuut. Dan weet ik niet of ze aan elkaar... Dat zijn de 3. Ja. Dat zijn 3 losse kramen. En dan is hier 1 los. Dat zijn 4 losse kramen. Ja, de rest zit aan elkaar vast. Tenzij, dan moet ik heel even jou aankijken voor de snack. Nee, dat moet wel echt los. Ook los. Los. 4, 5 losse kramen. Nee, 6. 3, 6, 7 losse kramen. Oh, nee, 7 losse kramen? Ja. Ja, je kan hem daar in principe ook aan elkaar zetten. Dat kan wel. Oh, jij wil. Toch nee, wat jij wil. Die ene staan, dat maakt dan ook niet uit. Oké, top. 7 los. Wij gaan daar zo in de beetje staan, toch? Ja. 7. Dan moeten de 7 staanders van deze kant afkomen, 7 staanders vanaf die kant afkomen. Toppios. En dan 7 los. Hey, 7 kan planken niet, oneven. Vanaf deze kant, 7 planken vanaf de andere kant. Dan pakken we eerst hier 7, daar en daar 7. Nee, ja? Sorry Jos, ik zit helemaal af, want dit is ook los. Ja, maar je moet naar de 11. En we hebben het over 7. Je moet naar de 11 kramen. Ja. Dus moeten er 11 staanders van deze kant afkomen met 11 planken. Ja. En 11 van de andere kant af. Oké, van beide kanten 11, deel. 11. Ja. Krijg hem los. Los frikken. Wacht. Niet trekken. Nee, deel, kijk. Deze pak je beet. Deze weer helemaal. Die. Kijk. Ik kan hem eronder. Maar het is een nieuwe, dus die loopt nog niet zo soepel. 11, hè? Ja. Deel. Ja. Laten we ze even hier daar niet zetten, want ik kan... His. Kijk, ja, alsjeblieft even.
deze kant. His, had Josse hem aan deze kant gepakt? Die plank? Ja, ik denk het wel. Weet ik, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat durf ik niet. Dat weet ik niet. Had jij die plank aan deze kant gepakt? Die komt hier vandaan. Ja. Go Hiske, go Hiske. Ik ken het, ik ken. Oh ja. Nee, op pleuten voor nieuwe bokjes, nee. Nee? Op Hiske? Hier, op de, ja, daar heb ik niet op aan de deze, ja, aan die kant. Oké. Okay. Kijken. Nummer 8. Ik denk dat dat de laatste is. 37. Hoeveel? 37. Is er nog af? Dat weet ik niet. Wij hebben er 8, 9 aan die. Ja, bijna. Lekker. Hoppa! Wauw! Tof! Eentje! Hou over deze twee vast dat hij niet opzuigt. Ja? En nu een stukje naar achteren. Ja. Hij mag naar achteren hoor. Ja, ja, zo ver mogelijk als het kan en hij kan nog leven. Echt heel cool! Wauw! Wat? Ja? Ja, in principe. Oh, dit is echt heel cool. Ja. Ja. Als het kan, ja, iets meer naar links. Een beetje recht trekken. Is wel iets. We gaan wel achterin staan. Ja, zoveel mogelijk naar achteren. Ja. Want dan kunnen we de loper neerleggen en zo. Van deze hoek of. Ja, de hoek is makkelijk.
Oh, wat een gaaf ding. Nou, dat wil ik ook wel hebben in mijn achtertuin. Pas precies. Woe! Oh. Ja? Oh, ja. Maar even buitenkanten. Oh. Oké. Niks zeggen. Woe! Oh, ik ga wel hier. Move the church! Move the church! Move the church! 1, 2! Ai, 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 ai. Papa. Hier gewoon met je kont bouwen. Nu even afbouwen. 1, 2! Is dat alleen hier een beetje scheef? Nog iets? Kijk eens even, de Jos. Berenkracht. Oh, dit is leuk, zeg. Dat vind ik echt leuk. Echt leuk. Echt leuk. Oh. Yeah. You don't like him when he's angry. Nee. Trouwen. Dit is echt leuk. Dit is echt heel leuk. Ja. Hey, kunnen we niet een kerkfeestje geven een keer? Gaan we trouwen, Jos? Riske, kom. Oh, gaan we trouwen? Oh, ja, gaan we twee vrouwen trouwen? Met je harem, Jos. Jij bent getuige, jij bent de dominee. Ja, ik moet. Je moet. Moet dat, toch? Nee, leuk hoor. Echt heel gaaf. Ja, denk ik. Ja, ik ga even kijken, maar ik denk dat hij aardig... Staat hij goed, Meer? Even kijken hoor. Echt leuk. Hey, leuk hè? Kijk dit. Kijken, jongens. Dat is Polly! Jordi. Kom, ja. Ik ga ook doen. Ja, is dit het vers wat hij naar links kan? Ah, op zich, ja. Hij staat goed, toch? Hij staat prachtig. Ja, we moeten daar nog snacks en een bar kwijt. Hè? Dus hoe meer die naar links kan, hoe beter. Snacks en die bar, als ik jou was, niet erachter drukken. Die zou ik hier neerzetten. Ja. Ja. Als je hem daar neerzet, staat hij achter in het hoekje. Ik zou hem hier neerzetten. Kunnen we hier geen soort hoek maken? Ja. Als wij naast die Charlie zitten. Ja? Die Charlie in het midden bij ons. Tweede naast. En dan één op bar hier. Ja, het is meer omdat de snack zo'n gigantische rij heeft. En je zet dat een beetje daar, dan heb je niet de rij in je dansende publiek zitten, zeg maar. Ja. Daar zit ik meer mee. Moet nog een klein stukje opschrijven? Zie je heel veel mensen in de kerk? Ja, kijk, nu moeten we het doen. Ja, aan het werk. Jij met Jordi? Ja, hi. Wessel. Hi. Ja. Oké, duwen met z'n allen. Even helpen. Ja. Yo. Move the church. Move the church. Mooi ding. Ja. Anders hebben we misschien van die goten. Vanaf de buitenkant even duwen. Ja, maar die hebben wij zelf niet. Trek het, Ray. Heb jij van die goten nog bij? Oh, het is zo koud. Het is helemaal niet leuk. Helemaal niet. Is normaal? Ga eens weg. Niet doen! Nou, ik heb er wel echt veel zin in, hé. Hè? Ik heb er echt veel zin in. Ik ben benieuwd. Heb jij er geen zin in? Ik ben voornamelijk benieuwd hoe het weer ook een beetje toelaat en zo. Maar ik heb er zin in, sick. Nou, ik sta lekker in de kerk. Moehohohoho. Ik ook. Echt niet. Waar sta je dan? Bij de merchandise. Oh, leuk. Niet. Je gaat die jurk toch wel aandoen? Tuurlijk. So sorry. Hey. Maar ik denk wel een panty eronder. Nee joh, het is mooi zo. Ja, het is mooi zo, maar ik ga geen kou lijden. Nee, maar je staat in de tent.
kerk. Dus? Dus kunnen je beentjes wel aan. Deze of die ander? Deze. Doorlopen, biet. Poem, poem. Gordijntje. Denk ik onderaan beginnen of niet? Gewoon bovenin. Ja. Ja, maar mij niet uit. Ja, denk het wel. Op het naadje? Ja, toch? Of niet? Heel plezier vanavond. Dankjewel, Jos. Fijne dag. Ja, ik weet niet of dit blijft hangen. Nee, ik ook niet, maar... Nou, het is best wel op zich. Ja. We gaan het gewoon proberen. Oh, lekker elastiekjes. Je kan hem gewoon draaien, toch? Zo. Ja, hij zit hier in wacht. Ja? Kijk, als je het zo doet, ja. Dan kan je dit met dit ding draaien. Met dat kartonnetje, anders gaat hij in de knoop. Zoals nu. Zo. Ja. We kregen net even een flashback van de legertenten. Ja. Ik zou hem iets meer plakband geven. Ja, zo? Ja. Het is wel lekker over de top, hè? Ja, echt. Yes. Oh, de stoel komt hier, joh. Woe! Ho. We kunnen er altijd zo meteen nog een plakband langs doen. Ja. Ik zat te denken aan de andere kant ook nog. Ja. Ja. We've got a new one. Een nieuwe nodig? Oh, wacht. Ja, ik wil hem eerst even... Zet hem op. Moet ik het doen? Oh, je hebt plakband. Ze is geen gaten. Ik ga ook uit. Ja, ik ook.
ook, hè. Doe maar dicht. Dicht. Stel, ik had nu met mijn kwast bij je gezicht gezeten, hè. Je had je ogen opengedaan. Dan was ik zo, poep. Dat had je niet. En weet je waarom ik dacht dat je er niet zat? Ja. Omdat ik zeg maar wel met mijn knie in je heup zit en met mijn hand bij je heup zit. Mm-hmm. En je naar achter gebogen zat. Ja, oké. Doet het pijn? Nee. Oké. Niet zoals een tattoo. Maar dit is ook niet permanent, toch? Wel. Lani! Wel. Lani! Wel permanent. Opa? Oké, doe maar dicht. Dit is echt moeilijk. Oké, dicht. Je wilde toch voor altijd ophouden, zei je? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Echt wel? In mijn slaap misschien. Ja, dank je. Oh jee, ik heb in de smink gezeten. Oh jee. Zit je te lachen? Wil je niet lachen? Wil je hoofd alsjeblieft ontspannen? Waarom moet je zo lachen? Je bent gewoon een keer zo serieus bezig. Vind ik leuk. Het is wel warm, hè? Super nat. Veel te nat. Je hebt ook nog een doekje daar liggen. Ja. Dicht. Daar. Oké, het moet toch wel.
Hoor je me? Ja. Zou je mijn baadje nog even bij willen trimmen? Toppie! In hetzelfde bestand. Bloep. Supervisor. Wauw. Prachtig. Ja, dit... Nou, dat maakt hem af, hè? Ja. En het is ook nog allemaal mogelijk. Het is zo fantastisch wat het allemaal kan tegenwoordig. Is toch wel duidelijk zo? Ja. Waarschijnlijk zullen we toch nog wel de vraag krijgen van waar moet ik zijn? Ja, maar ja, dat heb je altijd. Ja. Je hebt niet al met de rondleiding overhangen briefjes, maar... Oh, geen flauw idee. Oh. En moet je hem dan ook andersom hebben? Of is er één lijn, één wachtrij? Nou, we hebben die. We hebben juist twee rijen. Maar dan om een. Hoe noem je dat? Een dranghek. Mm-hmm. Pak ik die gewoon aan de voorkant. Ja. Wil snacks daarheen, knokkels daarheen. Ja, is goed. Lekker makkelijk. Zo, zo. Ach, wat prachtig weer. Dylan, goed gedaan. Trots op. Oh! Wil ik wat doen? Ja, kort even. Kijk. Woe! Hey. Hey. Ik ruik eten. Oeh, half vijf, half zes. Of een uurtje. Yes! Over een uurtje hebben we een interview, hè? Wat? Over een uurtje hebben we een interview. Hoe laat is het nu dan? Half... Oh, nee. Het is nu half vier, half zes. Dus nog twee uur. Ging even mis. Triller. Ga die draaien. Waarom? Voor jou. Nee, het is een house remix gekocht. Cinco de Mayo, even kijken. Triller. Daarna komt Cinco de Mayo. Dan komt We Found. One Kiss. Get ready. Even kijken. Het is 1 uur en 16 minuten. 828. Gaan we naar, nog een keer 128. Gaan we naar 125. Pop.
Latino! 32, 130. Kijken of ik die op 130 kan zetten. Ik weet niet of dat werkt. Ja, ontnemen. Dat kan gewoon. Bloep. Wat een programma ook. Info. 130. Wat een programma. Latino. Zullen we hier op 128? Nee! Stinkt gek. Veel korter. Mag wel wat korter.
Ga je nog douchen? Vanochtend al. Gedaan. Wat dan? Nee, voor die haartjes. Haartjes in mijn jas. Nee, minder. Je moet wel je lippen zien, ja. Bang zijn. Het scheelt bij heel weinig weer. Ja. Zo goed? Ja. Wacht, ik vind je lekker alleen. Ook veel nekhaar? Nee, je contouren. Het is niet mooi als het dan haar... Nee, valt mee. Niet zoveel. Hallo, hallo. Hallo. Dit is mijn begin.
Will Grigg. Huh? Will Grigg's on fire. Ken je niet? Nee. Feed from desire. Hey.